Hallo, voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Miranda van Denzel en ik geef het vak tekenen op het Olympia College en ik heb voor het vak 10 lessen gemaakt, een soort cursus voor de praktijkleerlingen om het vak tekenen wat makkelijker te maken om te geven. Dus dit is een instructiefilmpje voor de mentoren of andere docenten die dit vak moeten gaan geven. Ik heb 10 lessen gemaakt die de basisbeginselen van het tekenen behandelen. En dat zijn verschillende opdrachten. Als de leerling die 10 lessen goed heeft gedaan, dan kunnen ze een certificaat krijgen. En ik wilde eigenlijk even wat laten zien voordat jullie beginnen met die lessen, zodat je weet wat je nodig hebt om normaal te kunnen starten. Dit is een beetje wat je nodig hebt. Ik heb het heel basic gehouden. Een potlood, HB. Lineaal, gummetje, pakband lijm, puntenslijper, een fijnlijner, stiften en potloden en een doos aquarel verf met een zacht penseel. Het liefst zo'n martenharen penseel. Het zijn dubbele dozen. Leerlingen kunnen een doos met z'n 2 of 3 delen, want er zitten genoeg kleuren in. Deze dozen zijn op school aanwezig. En dat is eigenlijk, ja, en dan een beker om water in te doen voor je penseel schoon te maken. Dus dit is eigenlijk wat je nodig hebt om die hele cursus van 10 lessen te doen. Iedere opdracht, moet ik zeggen, 10 opdrachten, iedere opdracht kan zijn dat leerlingen daar meerdere lessen voor nodig hebben. Er zitten wat opdrachten bij die wat meer tijd vergen. Ik heb even snel, kan ik ze doorlopen met jullie. Dit is de eerste les. Het thema is vormen en lijnen, dus echt de basis. Dit gaat over horizontaal en diagonaal, dat is de eerste les. Dit is een opdracht die gaat over de basisvormen. Deze les gaat over arceringen. Hoe je schaduw en licht aanbrengt door middel van arcering. Deze les gaat over spiegelen. In dit geval een vlinder. We tekenen met 2 handen en aquarel. Deze gaat over patronen. En ik moet even spieken. Patronen en textuur. Dit gaat over hoel en bol. Heeft een leerling al in zo'n soort tekening gemaakt, dan kan je natuurlijk ook hier een hartjesvorm onder verstoppen, zeg maar. Je kan er natuurlijk mee variëren. Sommige lessen zijn gekoppeld ook aan een kunstenaar of aan een kunstwerk. Dit is gekoppeld aan de kunstenaar Honderdwasser. Dit gaat over styleren. Styleren en lijnenspel. Basisvormen. Dus op een gegeven moment komt alles in arceringen. Alles komt op een gegeven moment ook alweer terug in die lessen. Ik hou het even bij de techniek en de basis. En voor je leerlingen zelf kan je natuurlijk op YouTube, op school tv nog filmpjes vinden over die kunstenaars, om wat uit te diepen. Dit gaat over Escher, dit gaat over restvormen, patronen en restvormen. Dit is gekoppeld aan Matisse. Dat is de ene laatste opdracht. Dit gaat over organische vormen. Dus je hebt geometrische vormen, organische vormen. Ik leg het verschil uit. En ook wel over restvormen en kleur. En dit gaat over 1, 2 en 3 dimensionaal. Nou, dat is een beetje inhoudelijk wat we gaan doen. Ik zou zeggen, begin voordat je hier aan begint met het maken van een map. Zodat een leerling dit allemaal ook netjes bij elkaar kan houden. Doe iedere opdracht, zeg maar, is ook gekoppeld aan doelstelling in presentus. Dus die kan je dan ook gelijk aftekenen als de leerling het behaald heeft. En ja, zelf zou ik zeggen, geef ze voor iedere opdracht die ze goed gedaan hebben een sticker op of een krul of iets achter op hun map. Zodat ze de 10 kunnen verzamelen. En dan zijn ze klaar. Ik hoop dat dit de lessen voor jullie wat makkelijker maakt. En ik hoop dat het werkt. Doei!